75 jaar geleden was het IJsselmeergebied nog de Zuiderzee. Flevoland bestond nog niet. Het is bedacht, gemaakt en ontwikkeld door mensen. Met de gebiedsontwikkeling van nu werken we vanuit grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, mobiliteit, economie en werkgelegenheid in Flevoland. We zoeken naar dwarsverbanden tussen disciplines, werken samen met omgevingspartners en bieden ruimte voor de toekomst. Hierbij maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden van de Europese stimuleringsprogramma's op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Kijk naar de ontwikkeling van MITC Mark Nessen, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, Almere 2.0 en Amsterdam Lelystad Airport. Dit zijn voorbeelden van hoe we met gebiedsontwikkeling integraal aandacht hebben voor de fysieke omgeving, innovatie en talent. Een slimme vorm van bestuurlijke vernieuwing. Want als de inrichting en faciliteiten van de gebieden voorzien zijn van de nieuwste technologie, architectuur of processen, versterken we het vestigingsklimaat in onze regio. Door kennisinstituten en de markt actief te betrekken, zorgen we ervoor dat mensen de juiste opleidingen volgen om in de regio aan de slag te kunnen en te blijven. Onze multidisciplinaire aanpak vormt een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling en brede welvaart van Flevoland. Zo kunnen huidige en toekomstige generaties hier blijven wonen, werken, leren en recreëren.